Goedemorgen iedereen. Welkom terug, zou ik zeggen. Ik ben een tijdje afwezig geweest omdat ik, zoals jij kan horen, wat last had van een hele zware verkoudheid. Waardoor dat ik het weekend eigenlijk gedwongen werd door mijn lichaam om rust te nemen en om eventjes weg te stappen van alles en eigenlijk een stukje weg van de wereld, als het ware. Nu. Dat zorgde natuurlijk ook voor dat ik opnieuw weer een aantal inzichten en updates kon ontvangen. Want wat gebeurt er nu? En misschien dat je het ook zelf merkt in jouw omgeving of gewoon in jezelf. Er komen nog steeds hele hoge energieën weer naar de aarde. En als ik me niet vergis, dan is er aanstaande vrijdag ook een volle maan. En is er ook een maansverduistering. Niet de eerste, maar er gaan er ook een aantal komen. Dus ze noemen dat het eclipse season. En dat gaat ervoor zorgen dat we gedwongen, echt gedwongen worden om keuzes te gaan maken. Om echt te gaan kijken van waar, op welk vlak in mijn leven loopt nog niet alles op wieltjes of zo, zoals ik het eigenlijk echt zou willen. En waar ben ik nog niet eerlijk met mezelf? En hou ik eigenlijk uit een soort van angst. Voor hetgeen wat dat gaat komen, de angst voor het onbekende, waarom en hou ik nog vast aan oude systemen, oude ideeën, oude manieren van doen. En dat gaat allemaal nog meer en meer naar boven komen. Maar wat dat dus eigenlijk de grootste reden was van mijn zware verkoudheid, en niet zozeer het feit dat ik gewoon last had van mijn neus, ik moest zelfs niet hoesten, maar het ging voornamelijk over het leegvoelen, het geen energie over hebben om nog andere dingen te doen. Ik voelde ook heel veel druk op mijn hoofd. En ik had gewoon ook de nood om gewoon veel meer te slapen. Nu, wanneer dat bij mij gebeurt, of gebeurde in het verleden, dan wist ik ook dat het eigenlijk was omdat ik gewoon weer hogere energieën aan het ontvangen was. En dat mijn lichaam eigenlijk de overgang aan het maken is naar een kristallijne lichaam. Dus dat eigenlijk jouw, wanneer dat gebeurt, jouw fysieke lichaam eigenlijk wat moeite heeft met het verwerken van die fysieke, van die hogere energieën. Dus, en die verkoudheid, hoe dat op 3D er zo uitzag, was eigenlijk een DNA upgrade, een uplevel, een verhoging, een aanpassing, zodanig dat we klaar zijn om nog meer vanuit dat hoger bewustzijn te gaan leven en nog meer tegen al de lagere negatieve trillingen die nu loskomen door de angsten, doordat de maatschappij gewoon in elkaar aan het brokkelen is. Of tenminste, dat lijkt het toch zo. Waardoor dat al de diepe schaduwen naar het collectief zijn, de angsten, oude overtuigingen, oude manieren van kijken naar dingen, oude manieren van doen, dat die eigenlijk maar meer en meer loskomen. Maar dat wanneer je al in het licht staat en al bezig bent en al hoger energie hebt, dan dat je daar niet per se last van hebt of dat weer overneemt. Dat is niet de bedoeling. Dus dat was hetgeen wat ik ervaarde en dat ik ook doorkreeg van mijn gidsen. Wat er eigenlijk echt aan de hand was. Dus niet zozeer een verkoudheid, maar een volledige upgrade van mijn systeem. Eigenlijk een nieuwe download van een nieuwe software, als het ware. En dan de zaterdag op de zondagnacht, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat ik eigenlijk een soort van... wanneer je koorts hebt, kan je dat ook hebben. Dan voel je je lichaam heel warm aan, maar eigenlijk van binnen heb je innerlijke koud. En dat was eigenlijk dat gevoel in combinatie met wanneer je de kundalini-energie door je hele lichaam voelt. En misschien heb je dat nog nooit ervaren, maar dat zijn precies allemaal kleine vlammetjes die gewoon constant op en neer en heen en weer gaan. Dat was eigenlijk die DNA-upgrade. Dat het veranderen naar een kristallijne lichaam. En het echt volledig uitzuiveren van door middel van het gebruik van die hoge energie die helemaal constant door mijn lichaam heen hingen. En hoe meer ik inderdaad dan ook beroep deed op die universele vlammen om mijn lichaam te ondersteunen en te gaan helpen en om meer krachtiger te maken, hoe heviger dat die werden. En eigenlijk op zich is dat aanvankelijk, zeker als je niet weet wat er gebeurt, is dat een heel onaangenaam gevoel. Maar op het moment dat je er wel aan overgeeft en gewoon vertrouwt dat je lichaam weet wat dat nodig heeft en wat dat moet doen, dan ga je merken dat je daar heel snel doorheen gaat. En ik ben dan ook heel snel in slaap gevallen. En zondagochtend voelde ik me eigenlijk echt wel beter. Mijn neus op een bepaald moment voelde ik gewoon ook zo puut.
Zoals bijvoorbeeld bij oude locomotieven heb je dat ook, als ze die motor lossen, of wat dat er eigenlijk precies is, weet ik niet hoe dat gebeurt. Maar dan, als ze die lucht lossen, dan hoor je ook dat geluid. En dat was eigenlijk ook net hetgeen wat ik hoor, maar niet alleen in mijn neus, in mijn oor. Dat was eigenlijk echt zo'n een innerlijk loslaten van laatste zwaardere energieën die nog in mijn systeem vast, dat ik dit nog vasthield. En dat ik eigenlijk ook mee hielp het transformeren van het collectief. Nu dan, maandag ben ik heel de dag eigenlijk buiten geweest. Maar wat ik merkte was dat, van zodra ik eigenlijk mijn hoofd gewoon draaide, en dat is eigenlijk niet mijn volledige lichaam, maar enkel mijn hoofd, dat ik heel gemakkelijk het verschil kon maken naar andere dimensies. En dat was eigenlijk wel heel apart om dat te ervaren, hoe snel dat ondertussen gaat. Dus dat zijn ook allemaal dingen, naarmate dat we in die hogere energie zitten, dat we veel sneller contact nog kunnen maken. En voor mij was dat al heel eenvoudig, maar het gaat nog sneller, nog eenvoudiger, waardoor je nog sneller in een andere dimensie bent, waardoor je het gevoel hebt dan dat je eigenlijk aan het dromen bent, maar je beleeft het wel nog, dat gevoel is het eigenlijk. En net daarom is extra gronding belangrijk. Dus wanneer je hoofdpijn hebt, wanneer je druk op je hoofd hebt, nu deze periode, en laten we zeggen tot nog zeker januari, februari volgend jaar, pas je grondingscode constant aan. Zoek op mijn kanaal, er zijn genoeg transmissies waarin dat telkens dat proces doorloop. Als je een paar keer gehoord hebt, dan kan je het ook zelf elke dag gaan doen. Maar je gronding constant optimaliseren, constant weer goed zetten, is zo, zo, zo belangrijk nu. Om niet niet mee te gaan in de chaos en in het drama die er nu allemaal weer gaande is en die weer naar boven komt. We waren al, we waren al aan het herstellen van de posttraumatische stress naar aanleiding van die pandemie en beperking van onze vrijheid. En nu lijkt het alsof we daar weer opnieuw doorheen gaan. Maar let op, dat zijn ook maar weer illusies. Dus maak een keuze van welke realiteit wil ik ervaren, wat wil ik neerzetten, wat wil ik aantrekken, wat wil ik dat het universum aan mij weerspiegelt. Nu dat gezegd zijnde, zijn er ook een aantal zaken dat ik gemerkt heb. Verschuivingen die gaande zijn in enerzijds de vrouwelijke energie en anderzijds de mannelijke energie. Nu, met betrekking tot de vrouwelijke energieën, dan, en dat is ook de reden waarom dat ik eigenlijk letterlijk stilgezet werd, is de bedoeling dat de vrouwelijke energie een stuk gaat gaan vertragen. Waarom? Als je niet vertraagt en dus niet nog meer in die vrouwelijke energie gaat gaan zitten van ontvangen, dan maak je ook geen ruimte om het te ontvangen. Dan maak je geen ruimte om boodschappen te ontvangen. Dan maak je geen ruimte om nieuwe liefde te ontvangen. Dan maak je geen ruimte om nieuwe klanten te ontvangen. Dan maak je geen ruimte om ideeën te ontvangen. Of wat dat ook is dat je gevraagd hebt. Het is belangrijk dat je die balans houdt. En dat je nog eigenlijk nu nog meer. We zitten tenslotte ook in de herfst. We zitten sowieso in de donkere periode. Waardoor we gepusht worden om weer meer naar binnen te gaan. Dus om weer meer achterover te gaan zitten en naar binnen te gaan. Te rusten. Maar tegelijkertijd ook je energie hoog te houden. Want dat is de bedoeling van rusten. Om niet mee te gaan in wat er allemaal gaande is buiten. Maar dicht bij jezelf te blijven. En te vertrouwen dat de dingen die bij jou op jouw pad komen, dat je daar niet de kracht en de macht aan geeft om je constant uit je hoge energie, constant uit je geluk, gezelligheid of uit je blij zijn of uit wat dan ook te gaan trekken. En dat is hetgeen dat ik nu nog meer merk, ook met mijn kinderen. Door de ganse dag daar buiten te zijn, in school, met andere kinderen die met andere volwassenen te maken hebben. Hè, en dus op die manier ook weer verbonden zijn met de maatschappij en het geheel. Dan wanneer dat ze thuis komen, dat ze echt de tijd en ruimte nodig hebben om inderdaad te vertragen en om weer bij zichzelf te komen. Doen ze dat niet, dan zit er constant wrevel en wrijving en frustraties. Niet naar elkaar toe, ze werken het wel uit naar elkaar. Maar eigenlijk is het gewoon, de bron ervan ligt weer in het collectief, in de maatschappij daarbuiten. Dus daarom, laat dingen naar je toe komen. Laat boodschappen op een natuurlijke manier ontstaan. Laat ideeën op een natuurlijke manier ontstaan. En ga niet gewoon in push, doe, actie mode. Want dan ga je jezelf uitputten. Dus en ze zeggen, wees gewaarschuwd, een gewaarschuwde man of vrouw. Hè? Puntje. Nu, dat is wat betreft de vrouwelijke energie op dit moment, dus die nu gaande is. In betrekking met de mannelijke energieën, de goddelijke mannelijke energieën of de universele mannelijke energieën, of hoe je het ook wil noemen.
En ook hier nogmaals een herhaling, het gaat dus niet over het geslacht, maar echt over energieën. Dus je kan die boodschap, hetgeen wat ik nu zeg, ook in jezelf beide energieën gaan toepassen. In welke energie zit je nu het meeste? En kijk waar dat er nog veranderingen mogen gebeuren. Maar wat merk ik bij de mannelijke energie, net omwille van het feit dat de vrouwelijke energie gepusht wordt om achterover te gaan doen, om niets te gaan doen, om niks te initiëren, om niks naar buiten te sturen, en dus ook niet in verbinding te maken met die mannelijke energie, omdat tijd is om dingen te ontvangen, nieuwe inzichten, nieuwe upgrades, nieuwe software, wat dan ook, dan is er heel veel verwarring bij de mannelijke energie. Want die zijn natuurlijk gewoon om maar te gaan doen. En wat zie je? Dat de mannelijke energie, wanneer die nu in die mannelijke energie blijven gaan zitten, dat die eigenlijk gewoon maar actie gaan ondernemen, maar zonder eigenlijk een gericht doel. Dus dat is eigenlijk gewoon schieten, maar zonder doel. Gewoon in het wilde weg gaan schieten. Dus ze doen, maar zonder richting. Ze doen, maar zonder die afstemming. Ze doen het, maar zonder die verbinding met die vrouwelijke energie. En ze doen, ze nemen actie alleen maar eigenlijk vanuit angst, vanuit tekorten, vanuit die controle. Vanuit wanhoop om toch maar nog iets te kunnen verschuiven, te kunnen veranderen. Maar daar is nu de tijd niet voor. Nu is het belangrijk om dus inderdaad naar binnen te gaan. Om te gaan luisteren. Ook voor degenen die normaal gezien meer vanuit die mannelijke energie gaan. Des te meer zelfs nog voor degenen die meestal uit de mannelijke energie gaan opereren en gaan hun leven gaan vormgeven. En dat komt omdat de gekende structuren aan het afbrokkelen zijn. En de gekende structuren die zijn allemaal gemaakt vanuit die puur mannelijke energie. En missen die verbinding met die vrouwelijke energie. En net daarom is het belangrijk dat die vrouwelijke energie nu eventjes achteruit stapt. Eventjes alles op zijn beloop laat. En gewoon zorgt voor de eigen energie, voor het eigen welzijn en het eigen voedende. Zichzelf eigenlijk voeden. Omdat net doordat die gekende structuren aan het afbrokkelen zijn, dat er nog meer angst naar boven komt. Nog meer neiging om die controle te gaan nemen. Nog meer om mensen vast te gaan zetten. En wat is het net wat je nu natuurlijk ziet gebeuren in het collectief naar aanleiding van de pandemie en de virussen? Het is net dat je ziet gebeuren. Meer angsten, meer keuzes vanuit angsten, meer keuzes vanuit tekorten, meer keuzes vanuit onmacht, meer keuzes vanuit proberen te domineren, terwijl eigenlijk het antwoord is gewoon go with the flow en zie wat er gebeurt. En kreeg je het virus, kijk welke lessen dat erin zitten, kijk wat er het virus jou toont, want virussen zijn er om al die oude systemen, oude structuren af te breken. Een virus breekt iets af. Dus gebruik ook dit als een uitdaging, geen uitdaging, ja wel als een uitdaging, maar niet meer als een les. En eigenlijk een kans om te gaan kijken waar en wat in jouw leven dat er eigenlijk nog niet volgens de hogere energieën is vormgegeven. En waar die nog altijd gebaseerd zijn en gebouwd zijn op een fundament die eigenlijk niet vanuit liefde en licht is. Dus kijk van waar dat er de komende weken frustraties bij jou naar boven komen omdat het oude niet meer werkt. En ga dan naar binnen. Ga dan in je vrouwelijke energie stappen. Ga in die intuïtie. Ga in verbinding met je hart. Ga in meditatie. Ga in de natuur. Ga dansen. Wat dat er ook met jou blij maakt. Wat dat er jou ook weer verbindt met je innerlijke zelf. Want daar liggen de antwoorden om dan van daaruit wel weer in afstemming met je vrouwelijke energie, je mannelijke energie aan het werk te zetten. Maar enkel en alleen vanuit liefde, vanuit omdat het jou blij maakt, omdat je helemaal die opwinding voelt, omdat je het potentieel ervan voelt. Niet omdat je weet dat het geld gaat brengen, of niet omdat je weet omdat je rekening moet betalen, en niet om vanuit controle, niet vanuit macht, niet vanuit het willen iets forceren. Want dan ga je zien dat het niet werkt en dat het nog 100 keer gefrustreerder terugkomt. Dus laat het los, go with the flow en zie wat er gebeurt. Zo, ik hoop dat het jou iets heeft mogen brengen. Ik kijk zeker naar de transmissies die ik al gemaakt heb. En die op de playlist ook, in de playlist ook staat met betrekking tot universele vlammen. Pas elke dag je gronding aan. Leer werken met de universele vlammen. Het is een hele snelle manier om jezelf te healen. Om je energie op te levelen. Of wat dat dan ook is dat je nodig hebt. Is moed, is kracht, is inzicht. Wat dan ook alles kan met de universele vlammen. Maar het is aan jou om de keuze, de bewuste keuze te maken, wat je nu wilt, welke intentie je wil neerzetten en welk leven je nu wil gaan creëren. En als het gaat over creëren en manifesteren, ik ben bijna klaar met training manifesteren vanuit elementen. Ook daar heb ik moeten loslaten, heb ik moeten in die overgave weer gaan.
En vertrouwen dat het er was op het moment dat het klaar was. Maar dat neem ik je wel nog eens mee in de volgende video, waarin dat ik dan kort overzicht geef van wat er eigenlijk precies allemaal aan bod komt. Want het is uiteindelijk ook weer heel veel nieuwe informatie mogen ontvangen. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastische dag toe. Wil je met mij samenwerken? Ik heb nog 2 plaatjes om 1-op-1 met mij samen te werken. Anders is het natuurlijk ook het groepstrajector en de verschillende online mogelijkheden waar je gewoon elke moment toegang tot hebt. En dus volledig zelf op je eigen tempo, eigen tijd, eigen ruimte mee aan de slag kan gaan. Zo, heb je een vraag en je denkt dat dat misschien een goed idee is om een video over te maken, dan mag je het ook gerust in die video hieronder zetten. Of mij een mailtje sturen via de contactpagina van de website. En dan maak ik er binnenkort wel een video over. Zo, dat was het. En dan zie ik je in de volgende. Dag!